Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag klaarden het op de meeste plaatsen breed op en zagen we al strakblauwe lucht tussen wat vriendelijke stapelwolkjes door. En nou, die strakblauwe lucht is tekenend voor de koude nachten die we gaan krijgen. Kijken we eerst eens naar de satellietfoto. Dan zien we de laatste restante bewolking nog eigenlijk liggen over het oosten. Het hoort bij een storing die in Limburg met name sneeuw heeft gebracht en gisteren ook op de Veluwe. Maar inmiddels is dat gebied weggetrokken en hebben we te maken met koude polaire lucht. En die koude polaire lucht zitten nog een paar buitjes op de Noordzee. En die liggen voor de komende uren nog voor ons klaar. Maar in de loop van de avond verdwijnen die geheel. En komen we in het aanvoersgebied ten noorden daarvan terecht. En daar is het gewoon ronduit helder. En in die heldere lucht gaat het flink afkoelen. Vannacht hebben we temperaturen dik onder het vriespunt, vanavond al rond nul. Het klaart op, de meeste wolken verdwijnen en de wind begint af te nemen. In de nacht staat er weinig wind, zeker niet in het binnenland. En dan kan het in het oosten van het land lokaal afkoelen tot min 7 graden. Misschien dat er hier en daar wat nevel of een enkele mistbank ontstaat. En dat zou in combinatie met de lage temperaturen, vooral op bruggen en viaducten, kunnen leiden tot lokale gladheid. En dat kan eigenlijk op alle plaatsen waar die nevel en mist ontstaat. En de kans is het grootst in de koudste gebieden. Morgenochtend Los dat op. De gladheid verdwijnt ook. Temperaturen lopen uiteindelijk op naar 2 tot 5 graden in de plus. En het is een grote van de dag ronduit zonnig. De wind stelt niet veel voor uit oost tot noordoost, zwak tot matig. Die wind die gaat woensdag draaien naar oost tot zuidoost en verder verandert er nog niet heel veel. Tamelijk fris weer met temperaturen van 1 tot 4 graden overdag en in de nacht lichte tot matige vorst. In de loop van woensdag neemt in het westen van het land de bewolking wel toe, maar het blijft droog. Voor donderdag staat meer bewolking op het programma. Misschien een paar opklaringen in het zuiden. Er kan in de loop van de dag ook wat lichte neerslag overtrekken. Maar de hoeveelheden stellen heel weinig voor. En het lijkt erop dat het minder en minder actief aan het worden is. Als er wat valt, zou er wel wat natte sneeuw bij kunnen zitten. En dat geldt ook nog voor vroeg op de vrijdag. Later op vrijdag krijgt de zon weer meer ruimte. De temperatuur loopt vrijdag wat verder op. Dan wordt het een graad of 6. En de dagen daarna zien we het kwik steeds verder eh, oplopen. Vanaf vrijdag stijgende lijn. In het weekeinde boven de 10 graden, daarna zakken we er langzaam weer ietsjes onder. Dan zitten we toch wel in de buurt van die 10 gradenlijn. En We zien tegelijkertijd dat, zeker in het weekeinde de kans op vorst in de nacht vrijwel niet heel is. Daarna komt de temperatuur weer eens een keer ietsjes dichter bij het nulpunt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.